Charlotte, ik ben onlangs kerstverse moeder geworden van een prachtig zoontje Milo. Ik maak deze video over borstvoeding omdat ik zelf naar de prenatale lessen ben geweest, maar ze vergeten daar het een en het ander in te zeggen. En ik heb zelf heel veel moeten ontdekken en uitzoeken en online moeten opzoeken dat ik daarop deze video heb gemaakt. Dus de video gaat over borstvoeding. Ik post elke week op mijn kanaal één video, elke vrijdag om 6 uur. Dus zeker abonneren als jullie meer van mij willen zien. En geef een dikke duim omhoog als jullie deze video leuk vonden. We gaan eraan beginnen. Dus, als je voor borstvoeding kiest, is het heel belangrijk dat je je kindje na de geboorte zeker op jou krijgt en een uur laat liggen. Na huidcontact krijgen je borsten het teken dat ze melk moeten aanmaken en komt dat op gang. Anders gaat je problemen hebben met de borstvoeding op gang te krijgen en dan stimuleert dat dat niet. Dus ze moeten, als de baby geboren is, moeten ze hem eigenlijk bij u leggen en moet hij echt op u liggen. Dus echt zo of zo. En moet hem goed vasthouden en dat moet zeker een uur zijn of anders ga je misschien problemen krijgen als je zelf niet makkelijk melk aanmaakt. Ik heb daar geen problemen mee gekregen en ook geen problemen mee gehad omdat ik vanzelf al makkelijk melk aanmaak en daardoor heel veel melk produceer. Dan nu het aanleggen. Het aanleggen is belangrijk dat je je kindje zo vastpakt, aan de borst legt en de baby naar de borst toebrengt. Niet de borst naar de baby, maar de baby naar de borst. Dus je moet maken dat hij goed aanhapt. Voor het aanhappen is het belangrijk dat je tepelhof in contact komt met het neusje, waardoor dat die zoekreflex wordt geactiveerd en dan gaat hij eigenlijk gaan zoeken van waar is de tepel. Het is heel belangrijk dat je je baby naar de borst toebrengt, de neus tegen de tepelhof houdt en dat hij zelf gaat zoeken. Je moet maken dat gans je tepel, dus ook de hof, dus dat cirkeltje rond je tepel, volledig in de mond van de baby zit. Want anders gaat je makkelijk kloven krijgen, dan doet dat enorm veel pijn en dan gaat hij slecht aanhappen en dan moet je dat een paar keer opnieuw proberen. Het is belangrijk dat ze goed aanhappen, want anders moeten ze een paar keer proberen en dat ontmoedigt u als moeder en dan ga je afhaken om borstvoeding te geven. Dus het is heel belangrijk dat ze gans jouw tepelhof in de mond hebben en goed zuigen en slikken. Dus je gaat dat echt zien dat ze hier zo beginnen doen en dat hun kaken ook bewegen en je gaat ze ook horen slikken zo. En dan zijn ze heel goed aan het drinken. Dus dan moeten ze gewoon laten hangen en laten zuigen. Ook is het belangrijk, je kind is pas voldaan als die vanzelf loslaat. Dus je moet je baby, als die aan je borst slaapt, niet er gaan afhalen. Want dan hebben ze nog honger en dan gaan ze wakker worden. Dus je moet ze laten drinken tot wanneer ze zelf eraf gaan. En als ze in slaap vallen, kun je onder het kindetje zo eens kriebelen. Dan beginnen ze vanzelf terug te drinken. En dan zie je ze ook echt happen en die toeschietreflex komt dan op gang en dan heb je ook meer melk. Dus dat is belangrijk voor je melkproductie dat je kind die toeschietreflex heeft, want dan gaat je borsten zeggen van ik moet meer melk aanmaken. Dus dat is heel belangrijk. Is het zo als je borstvoeding geeft dat het belangrijk is dat je kindje een boertje laat, want dat zeggen ze niet op die prenatale lessen, maar dus het is zo heel belangrijk dat je kindje een boertje laat. Ook al krijgt hij borstvoeding. Je moet die dan zo leggen en zo op de rug. Of hoe dat ik het bij mijn babytje doe, is ik steek die op mijn schoot en ik begin die zo over en weer te bewegen. En dan laat hij ook een boertje. Dus je kunt een beetje zelf kiezen hoe je het doet. Het belangrijke bij borstvoeding is ook, als je afkolft, dat je bepaalde papflessen koopt met zo, ja, cirkeltjes rondom die teut, want dat stimuleert die babytjes om je borst niet als een papfles of als een tuutje te gaan zien, want dan gaan ze neiger beginnen doorbijten en dan doet dat pijn. Dus dit zijn echt speciale flesjes. Je kunt die overal kopen, maar je moet erop letten dat die teut er echt zo gedraaid uitziet. Want anders gaan ze ook niet meer makkelijk gaan doorzuigen en dan gaat je melkproductie naar beneden gaan. En dat kan het zijn dat na een week of twee gewoon dat je geen melk meer produceert. Dus zeker zo'n teutje, als je een papflesje wilt geven. Ook al geeft je borstvoeding, het is soms leuk voor de man om een papflesje te geven. Want dat is ook belangrijk voor de band tussen de papa en de zoon of de dochter. Ik heb ook een afkolfapparaat, omdat in het ziekenhuis zeggen ze dat je dat dus manueel moet gaan afkolven in zo kleine dingetjes. Maar ja, als je terug bent van het ziekenhuis,
zo'n potje, dat is niet meer voldoende. Dan heb je al makkelijk een 150 milliliter in die afkolfapparaten. Dus koop dat zeker of leen dat via een mutualiteit. Dat is ook belangrijk. Je kunt dat gratis gaan lenen. Ik verkoos om zelf mijn kolfapparaat te hebben, omdat ik dat een beetje vies vind dat iemand anders dat gebruikt heeft. Dus ja. Ik heb dat zelf gekocht. Je kunt dat overal eigenlijk gaan kopen. Je kunt dat online gaan zoeken. Maar je kunt dus opzetstukken kopen. Zo één dingetje zit erbij met een paar potjes. En je kunt die daarop draaien en dan dat potje erop doen. Dat potje eraf halen. En daar een dekseltje op zetten. En dan kun je dat makkelijk in je ijskast bewaren. Zet daar ook altijd een datum op wanneer dat is afgekolfd. Omdat moedermelk kun je maar 4 dagen in de ijskast bewaren op 4 graden Celsius. Dus dat is helemaal van achteren, van boven in je koelkast. Dus niet in de deur zetten, want dat is te warm. Dus je moet dat echt van achter in je frigo zetten. Dat dat mooi bewaard blijft. En elke keer als je dus dat uit de koelkast pakt, is het belangrijk dat je daar een keer mee schudt. Omdat dat begint te schiften van elkaar. Je krijgt er zo een vetlaag op. Dus gewoon een keer schudden en dan kun je dat geven. Als je dus in het ziekenhuis ligt en je geeft je kindje voor de eerste keer borstvoeding. Iedereen denkt dat daar zo in een keer superveel uitkomt. En dat dat enorme productie is dat die constant wilt drinken. Maar na de geboorte is dat eigenlijk maar een paar druppels dat daaruit komt. Want die zijn nog voldaan van de voeding in de buik. Dus die drinken eigenlijk niet heel veel de eerste dagen. Maar na een paar dagen beginnen die echt veel meer te drinken. Want die om de 2-3 uur drinken. En dan moet je ze echt om de 2-3 uur gaan aanleggen. Ook voor je melkproductie, dat die goed op gang komt. Want anders kan dat ook nog zijn dat dat stopt. Dus heel belangrijk. Om de 2 tot 3 uur zeker je kindje aanleggen. Of als die begint te wenen of hongersignalen te krijgen. En hongersignalen zijn eigenlijk dat die in de handjes over en weer zwieren. Dat die beginnen te smakken, hun tongske binnen uit te steken, beginnen te geven. Of als die op u zitten, dat die zo in een keer beginnen te bonken. Dan hebben die ook honger, want ons kindje deed dat altijd. En dat is zo precies of je kind is bezeten, maar dat is dat die honger heeft. Dus die beginnen dan zo ja, te kloppen, hun hoofdje te doen, hun tongsken uit te steken, te geven. Want dat is niet teken van moe zijn, dat is teken van honger hebben. Dus dan moet je je kindje aanleggen. Het is belangrijk dat je de ene keer deze borst geeft en dan 3-4 uur, als die terug honger heeft, de andere borst geeft. Maar als je die dus hebt gegeven en die heeft een uur daarna terug honger, moet je diezelfde borst geven of de vorige keer. Of je gaat te veel melk produceren. En dan begint je kindje te kotsen, begint hij ongelooflijk veel maagpijn te hebben, reflux. Het is niet alleen niet aangenaam voor u, maar ook niet voor je kindje. Dus zeker zorgen dat hij genoeg heeft gedronken, dat hij niet meer van die hongersignalen aantoont, dat hij goed blijft drinken en om de 3-4 uur moeten veranderen van borst. Maar als hij dan een uur na die voeding terug honger heeft, dezelfde borst. Dat is heel belangrijk. Ook is belangrijk, als je hem een toetje wilt geven als je borstvoeding geeft, mag je dat niet doen als je nog in het ziekenhuis ligt. Vanaf je thuis zit, moet je dat wel al. Maar je moet ook zo een speciaal toetje kopen. Want ik wist dat niet. En mijn kindje wou dat toetje niet echt. Want hij heeft een veel korter dingetje. Het bootst eigenlijk een tepel na. Dus dat is heel belangrijk. Dat is zo een lange teut. En dat vinden ze veel leuker. En die aanvaarden ze ook makkelijker. Want anders willen ze die niet. En dan spugen ze die constant uit. Deze gaan ze ook nog uitspuwen. Maar minder. En dan beginnen ze er echt goed aan te zuigen. Je kunt die eigenlijk overal kopen. Maar dat is echt met een lange teut. Dus heel belangrijk dat je zo eentje koopt. Dan is het nog belangrijk, als je borstvoeding geeft in het ziekenhuis, de eerste dagen voelt je dat serieus aan je tepels, dat dat pijn doet, dat die een beetje rood beginnen worden en dat dat een beetje onaangenaam aanvoelt. Als je dat hebt, kun je 2 opties pakken. Je kunt zo van die zalf erop smeren, dat is een beetje een gelei-achtige zalf, en dat verzacht je tepels. Als je dat niet zo leuk vindt of je wilt dat niet echt doen, dan kun je aan de verpleging van die compresjes vragen. Dat zijn eigenlijk van die dingetjes en je stikt die in je BH op je tepel. En als je dan terug een voeding geeft, leg je die in de ijskast. Als je kindje gedaan heeft met eten, dan pak dat terug uit de ijskast, stik je dat terug in je BH. En dan is dat lekker koel en verfrissend. Dat werkt pijnstillend. Ik doe dat ook altijd.
nu niet meer, omdat ik niet meer last heb van mijn tepels. Maar ik heb dat gedaan en dat hielp enorm neig. Dus zeker vragen aan uw verpleging. Als je in het ziekenhuis ligt, de eerste dagen, kan het zijn dat je last krijgt van stuwing. Dat is eigenlijk dat uw borsten enorm hard aanvoelen, pijnlijk. Dat is niet echt aangenaam en uw babytje wil dan ook niet echt drinken. Dus je moet uw borsten gaan masseren, echt beginnen knijpen dat die zacht worden. Kan zijn dat er melk uitkomt. Maar je moet er eigenlijk voor de voeding, voordat je kindje begint te eten, moet je daar pampers op leggen die dat warm zijn. Dus je moet een pamper pakken, die daar water in doen, in de microgolf steken en op je borsten leggen. Je moet dat gewoon zeggen tegen je verpleging en die komt daar zelf mee af. Dan achter de voeding moet je daar eigenlijk zo een koud compres op leggen. Dat is een speciaal compres daarvoor. Dus hier zit zo'n gatje. En dan moet je dat eigenlijk op je tepel leggen. Zo, of omgekeerd, dat je tepel goed afkoelt en je borst goed afkoelt. Dat je, ja, je melkklieren en je melkkanalen dichtslippen. Dan heb je daar minder last van en dan gaat dat ook beter zijn voor je volgende voeding. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef zeker een dikke duim omhoog als jullie hem leuk vonden. En abonneer op mijn kanaal. Ik ga ook nog een aparte video maken over hoe dit kolfapparaat werkt. Hoe dat je het in elkaar steekt en hoe het eigenlijk functioneert. Dus zeker een dikke duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie bij een volgende video. Dag!